Natuurlijk wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar als thuiswonen niet meer gaat, vanwege dementie, is het belangrijk dat u zich toch thuis voelt. Op de Tabakshof in Elst, in de gemeente Utrecht, gaan we uit van uw wensen. Zo trekken we er regelmatig op uit. Bijvoorbeeld naar het water, het bos of het dorp. In Elst zijn diverse winkels waar we met bewoners zo nu en dan een boodschapje doen. Waar in bronsgroen eikenhout een nachtegaaltje zit, daar is mijn vaderland, Limburg dierbaar. Nu mijn moeder in de Tabakshof woont, merk ik dat er echt rust is gekomen bij haar. En dat geeft ons ook als mantelzorgers rust. Hier heeft ze gewoon de eigen kleine ruimte, de heerlijke kamer, waar ze eigenlijk haast niet wil zitten, omdat het in de keuken zo gezellig is met elkaar en de activiteiten echt op haar afgestemd zijn. Mijn moeder was erg op zichzelf, maar ze is daarin eigenlijk heel erg veranderd. En ze heeft ook meer behoefte aan mensen om zich heen. De verzorging is geweldig. Het kan niet beter. Ik wist niet dat het zo goed kon zijn. Heel goed. Heel goed. Zo, die zit er weer aan. Als je wordt aangeraakt, dan word je weer even bewust van het feit dat je bent. Nou, dat vind ik heel erg mooi. En ik vind het helemaal geweldig om hier te werken. Mijn hart ligt hier, het is mijn tweede gezin noem ik het altijd. We werken hier ook vanuit de bewoner. We kijken heel erg naar de levensgeschiedenis van de bewoner. Ja, en we brengen ze en geven ze heel veel liefde hier. Jij kan ook mooi zingen. Kunnen we deze zingen? Ik heb zo ontzettend geboft dat ik hier de Tabakshop heb getroffen. Dat is heel bijzonder. Hier is heel veel personeel. Er wordt heel veel gedaan. Echt van muziek tot bewegen tot persoonlijke aandacht. En als ze dan tijd hebben, gaan ze samen met hem en één op één zitten. Of ze gaan met hem naar buiten. En hoe ze hier ermee omgaan, ja, dat is zo bijzonder. Ik kan het nu beter treffen.